De nummer 10 tegen de nummer 16. Belangen zijn dus het grootst voor de Dijk. Zij willen echt onderin weg bij die degradatieplaatsen. Beginnen ook prima aan de wedstrijd. Met een eerste kansje van Tayeb. Er ontbreken nogal wat spelers bij Linden. Interlandverplichtingen voor een paar. Maar bijvoorbeeld ook geen Lukili, oud-speler van de Dijk. Maar toen hij terugkeerde bij Linden, was wel min of meer afgesproken dat hij dan niet tegen de Dijk zou spelen. Ja, Popal Zai en Intezar hebben allebei dus interlandverplichtingen met Afghanistan. Toch wel een gemis natuurlijk ook voor Linden. Hier de vrije trap wel voor de thuisploeg. En daar Van der Meijrakker met de handen over elkaar. Ook hij er niet bij. Hij is geschorst. Dat is al helemaal een gemis natuurlijk voor Linden. En toch is daar de voorsprong. Niet heel best gekiept van Pistoor. Dat moet dan ook worden gezegd. Het doelpunt is van Bendadi. De vrije trap die door iedereen wordt gemist. En het belangrijkste daarbij is natuurlijk de keeper. Ja, het is lastig met al die inlopende mensen. Maar Pistoor had deze bal toch echt moeten hebben. Een wat goedkope voorsprong zou je zo kunnen zeggen voor Linde tegen Dijk. Dat tot dat moment eigenlijk best prima speelt. Hier is de volgende kans met Menzo die het heel spectaculair probeert. Dat lukt niet. En dan het schot uit de draai dat er nog bijna ingaat. De poging van Schilder. En weer is daar de Dijk met Menzo. Handig balletje naar Verschagen. Maar voorzet komt niet aan. Schimmel kan vrij makkelijk redding brengen. Maar zo is het wel duidelijk dat die voorsprong voor Linde in ieder geval niet dik en dik verdiend is. Dat de Dijk zeker niet slecht speelt. Oh, daar komt Pistoor. Daar komt Pistoor weer. En dat is toch eigenlijk te laat. En dan is het een vrije trap. En is het nog even de vraag welke kleur kaart er komt. Bijl geeft geel. En ja, daar mag je dan uiteindelijk niet over mopperen. Er lopen ook nog twee spelers mee. Rood was misschien wat zwaar geweest, maar het is in ieder geval niet al te best gekiept van Pistoor. Nou, weer een vrije trap. Daar is Bendadi weer. En dan vliegt hij er weer in. Nu kan je de keeper wat minder verwijten. Op het verkeerde been gezet door zijn eigen muur. Bal van richting veranderd. Pistoor al op weg naar de andere hoek. En dan is het 2-0. Twee vrije trappen van Linde. En in de tweede helft. Overtuigende start dan eindelijk van Linde. En ja, dan is het 3-0 ook nog eens. Heel slimmielig. Wordt nog buitenspel geclaimd. Maar het doelpunt telt. Hak scoort. Nou, kijk hoe die bal bij hem komt. Hop, volledig verkeerd geraakt achterin. Ja, en dan speelt de Dijk een kansloze wedstrijd. Wat eigenlijk toch geen kansloze wedstrijd zou moeten zijn. Slimmielige tegentreffers. En dan is het zomaar 3-0. En Menzo nog met een poging. Ja, de achterstand is natuurlijk eigenlijk al onoverkomelijk geworden voor de Dijk. Ze willen zo graag onderin weg met zo'n onrustig seizoen. Maar het dreigt een afstraffing te worden zelfs op Sportpark de Abdijhof. Als het achterin wel heel erg open huis wordt bij de Dijk. En uiteraard Jochem Twisker krapt zich maar eens achter de oren dat zo'n wedstrijd gespeeld kan worden. 3-0. Onvoorstelbaar als je de kansen in de eerste helft ziet. Maar als je de doelpunten zo weggeeft, is het misschien ook eigenlijk best logisch dat je ook onderin die tweede divisie staat. En dit soort pogingen, dat verontrust Schimmel natuurlijk totaal niet. Tayeb schoot. De Dijk 1 zege in de laatste 5 duels. Linde haalde uit de laatste 4 wedstrijden maar 1 punt. Kortom, het zijn ook niet echt 2 ploegen in bloedvorm. De Dijk blijft het proberen. Bewonderenswaardig. Schotje. Tony Tol met de poging. Maar uiteindelijk is het ook allemaal niet doortastend genoeg voor het doel. Dat kan je dan de Dijk ook wel kwalijk nemen. Zeker niet minder qua veldspel. Maar de echt grote kansen blijven uit. En dit schot is dan wel heel overtuigend van Hak. Maar daar is dan wel de prima redding van Pistoor. Dus in de extra tijd nog een keer de Dijk. In de jacht op een eretreffer krijgen ze nog een vrije trap. En voor de eerste keer ooit op bezoek bij Linden. In de zoektocht dus ook naar de eerste treffer ooit bij Linden de Dijk. Lukt het dan uit nog uit de standaard situatie? Nee, ook dat is de Dijk niet gegund. Het wordt uiteindelijk een 3-0 nederlaag. Een zure nederlaag voor de Dijk. En Kraai zal tevreden zijn met al die afwezigen. Toch gewoon 3 punten.